Welkom back, welkom terug naar onze zomerpauze. We gaan daar verder waar ik gestopt was, namelijk in Den Bosch. Dit keer in het Noord-Brabants Museum. Ik was vandaag helemaal niet van plan om een video voor u op te nemen. U ziet, het is een beetje wat andere apparatuur dan normaal. Maar ik kwam dit tegen en dacht van, dit moet ik zeker even laten zien. Dus we gaan ons behelpen. Dit is werk van Pieter Stoop. Ik ken hem eerlijk gezegd niet, moet ik bekennen. En ik zag in een video die hier ook te zien is over de expositie, dat het Noord-Brabants Museum hem ook heel even een beetje kwijt was. Ze hebben werk in de collectie, maar tijdens een online rondleiding tijdens corona, ja, werd er de vraag gesteld van, nou, hoe zit dat eigenlijk met die Pieter Stoop? Bestaat die nog? Waar woont hij tegenwoordig? En uiteindelijk kwam zo een nieuwe expositie tot stand. En zoals Rudy Fuchs ook zegt in die video, goede kunst, als je die ziet, dat is zoals een citroen zuur is. Daar kun je niks aan doen, dat is gewoon zo en dat zie je meteen. Dus dat wilde ik u zeker even laten zien. Pieter Stoop deze expositie is dus nog te zien tot begin oktober. Hij is trouwens in 1946 Breda geboren en ja, u heeft het al een beetje in beeld. De expositie heet ook Groots en Wild. Grote doeken, een groots gebaar en het gaat ook niet om het schilderij, zoals Stoop zelf zei, maar om het schilderen, the act of painting. Dus kom dit zien, zo u daar de tijd voor heeft voor oktober. Verder hebben we natuurlijk weer helemaal een hele agenda voor u samengesteld in Nieuwe Zout op zaterdag. Ik wens u daar veel plezier mee. En vanaf nu zijn we er dus weer elke week voor u. En dan hoop ik dus dat we elkaar volgende week alweer zien. Tot dan!